Frank, mag ik u een paar vraagjes stellen? Tuurlijk, ik mag alles aan me stellen. Mooie foto's, sta er mooi op. Laat eens zien, Jeroen. Het is de eerste fotograaf die ik tegenkom die mij fatsoenlijk op de foto. Het is ook de beste. Dank u. Het is briljant. Die moeten we houden. Frans, Jessel in Lent. Ja, en daarbij u, op podium. Ja, hartstikke leuk. Ja. En zeker ook omdat Giel Montagne het presenteert. Op volle toeren, wie kent er dan niet van vroeger, hè? Ik was een jaar of 9. Voilà, jong hè? En toen keek ik daarna. Dat is eigenlijk ook het begin geweest dat ik liefde begon te krijgen voor het artiestenvak. Dus ik wilde ook in volle toeren. En nu, 20 jaar later, sta ik in volle toeren hier op Yesterday Land. Meneer Montagne, in België terug. In België terug, ja. Ja, lang geleden, hè? Dat is lang geleden, ja. Ja. Hoeveel jaar is dat geleden? Enig idee? Nou, dat moet toch minimaal wel een jaar of 40 zijn. Straks. Op volle toeren. Wie kent dat niet, hè? Ja, precies. Ja, en vroeger was er nog geen commerciële televisie in België. Moest alles naar Nederland gekeken worden. Ja. Wist u dat toevallig, dat iedereen zo naar u zit te kijken op dat moment? Ja, we hadden heel veel kijkers in Vlaanderen. Ja, absoluut. En nu komt u hier op een podium staan, wat weer op volle toeren heet. Ja. Wie staat er nu bij u dan in die uitzending? Weet u wie dat? Wie er nu staat? Ja. Dat zijn Sam Poris, Frans Bauer, Oscar Harris. Ja, ik heb het niet samengesteld hoor. Ja, okay. Vader Abraham, ja. John Terra en Leuf. Ja, dus u kent die allemaal? Die ken ik allemaal. Ja. Thank you. Oscar, mag ik u een paar vraagjes stellen? Hoe is het met je? Van de vorige keer. Goed, is het met jou? Ja. En Song, de opname... Song for the Children? Ja. Ga je dat terugbrengen vandaag? Nee. Oei. Ik ga wel Trial in Love doen. Oké. Okay. Want ik moest op een gegeven moment een keuze maken. Maken. Dus ik doe Trial in Love. Ja. Hoe is het nog met u? Goed, dank u. Nog altijd op een podium aan het rondtoeren? Niet altijd meer en niet zo vaak meer als vroeger. Maar dit zijn de leuke dingetjes. Dus dan doe je dat. Je moet niet vergeten dat ik hier, toen die jongens van mij klein waren, waren we vaak in Bobbejaanland. Andere opzet. En, maar dus je kent het hier een beetje? Ik ken het hier een beetje, jawel. En, ja. Als je kleine kinderen hebt, dan loop je alle pretparken af. Dat is zo. Hoe heet het, daarbij Kaatsheuvel. Ja, Plopsaland, Plopsaland, Bellewaerde, Walibi, zeker. Ja, voilà, en dan denk ik dat ik hier ook weer thuis ben. Ja, is uw thuisbasis een halt in Nederland? Of, nog steeds. Ja. Ja. Is dat noord of zuiden? Moet u ver rijden? Of zo? In Amsterdam. Oh, ik woon nu, sinds anderhalf jaar, weer in Amsterdam. Ja. Daarvoor in Amsterdam gewoond en toen ging ik naar Hoofddorp, niet zo ver. Maar nu... Mijn laatste dagen, mijn laatste jaren misschien, in Amsterdam. Ja, kan u iets zeggen tegen de kijker in het Amsterdams, tot afscheid? Nou, ik weet niet of het puur Amsterdams is, maar wel gewoon Nederlands. Dames en heren, ik ben blij dat ik hier in de buurt mag zijn. En ik hoop u het allerbeste. Oscar, wel bedankt. Graag gedaan. Jean-Marie, Yesterday Land. Kent u een beetje alle van die mannen die hier op het podium staan? Is dat een beetje nostalgie voor u? Ik ken die mensen allemaal, de eerste toch. Hè? Ik vind het een prachtig initiatief. Hè? En je ziet, grote festivals heeft al succes. Hè? En elk heeft zijn begin. En je ziet dat hier ook in Bobbejaanland. Een fantastische herinnering aan Bobbejaanland. En aan al die artiesten die hier komen, zijn allemaal. Ik vind het mooi weer en zo. Sam, Yesterday Land. Voor een jonge gast gelijk. Yesterday Land. Jonge gast, koor dat gaar zeggen. Ja, en wat heb je gebracht vandaag? De zon zien zakken in de zee, die basketslufjes, Marijke, laat het gras maar groeien, desame mucho, een beetje de normaal repertoire. Dus waar goed mee weer met jou? Ja, dat is het gaan we zijn, maar hier kan ik ook.